Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit prachtige hart. Ja, moederdag is alweer in zicht en ik ga jullie vandaag een leuke inspiratievideo laten zien. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt de onderkopjes cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Leuk vinden, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik nog meer inspiratie over bloemen, bloemschikken en alles daaromheen. Dus zeker leuk om me daar eventjes te volgen. Vandaag gaan we aan de slag met dit hart van Oasis. Het is een steekschuim. Het handige is, er zit zelfs een mooie houder in. Er staat ook het logo op van Oasis. De kwaliteit is gewoon super goed. Want dat weet je, als je het merk Oasis hebt, dan weet je gewoon dat je qua kwaliteit gewoon heel goed zit. Het is gekleurd steekschuim, dus dat maakt het heel erg leuk. En ook leuk om mee te werken, want dan kan je heel creatief mee aan de slag gaan. En vandaag laat ik jullie zien hoe we dat kunnen doen. Dus laten we gauw gaan beginnen. Ik heb het steekschuim vol laten zuigen met water. Let goed op dat je hem nooit onder water doet of onder de kraan houdt, maar even zelf vol laat zuigen. Als het dan helemaal onder water is, dan kan je hem gaan gebruiken. Dat heb ik ook gedaan. En zoals je kan zien zit er dus een houder onder. Je kan hem op heel verschillende manieren opmaken, omdat het steekschuim zelf al heel erg mooi is. Hoef je niet al het steekschuim te bedekken en daardoor kan je er heel creatief mee aan de slag. Ik heb gekozen voor mooie romantische bloemen, omdat ik dat bij het sfeertje vind passen. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld de helft op te maken. Je kan hem ook aan de bovenkant helemaal opmaken. Dat gaan we nu doen, maar de zijkanten laten we eerst vrij. Dus ik vul hem eerst heel mooi gemengd met allerlei, vooral trosrozen, maar ook wat bijmateriaal. Let goed op de verdeling van de kleuren en de bloemen. Waar ik ook altijd even op let is dat je aan het eind, dus in de punten, zoals onderaan de punt, die wil je wat strakker hebben, dat je daar een wat kleiner knopje doet, zodat je die vorm er mooi in houdt. Het hart is prachtig gevuld en de zijkant is vrij, wat ook heel erg leuk is. Maar nu gaan we wat diepte toevoegen door middel van berengras. En dan kan je heel mooi vlechtwerk toevoegen, waardoor het echt weer prachtig wordt. Ik laat het echt meelopen met het hart, zodat we die vorm echt versterken. Je steekt het dus aan het midden van de bovenkant erin. Dan pak je het bij elkaar en onderaan maak je het vast met een klein ijzeren draadje. Ik doe dit niet te strak, want ik wil juist dat speelse effect hebben. Hè? Het ijzeren draadje knip ik even af. Gebruik hiervoor niet je snoeischaar, maar even alles knippen of een draadzang. Kijk, en aan deze kant zet ik het dan eventjes weer vast met een klein parelspeldje. En dan heb je hem heel mooi strak weggewerkt. En kijk hoe mooi dit lijkt, jongens. Echt prachtig.
Nou kan je dit zo laten en als je het leuk vindt is ook heel erg mooi. Maar wat ook mooi is om het einde nog eventjes even te vlechten. En het uiteinde wikkel ik er als het ware omheen en leg er een klein knoopje in. Dan ben je voor de rest geen ijzerdraadje nodig, maar je kan eventueel ook een ijzerdraadje gebruiken. Maar op deze manier zie je er niks meer van. En dan kan je hem eventueel zelfs nog aan de zijkant weer bevestigen. Mocht je dat mooi vinden, maar je kan hem ook loslaten. Wat ik zelf heel erg leuk vind, omdat je dan meer zo'n swinghard krijgt. Als laatste spray ik hem nog even in met de Floral Life Finishing Touch Spray. Kan je gewoon een afstandje doen voor een langere houdbaarheid. Het is ook goed om halfwege de week eventjes te herhalen. En dan kan je er extra lang van genieten. En kijk hoe leuk. De kleuren komen heel mooi terug. Zowel van het steekschuim. Je krijgt echt diepte door het gras. Maar ook die kleurencombinatie van de roosjes en de andere materialen zijn gewoon heel erg mooi. Ja, leuk voor moederdag. Maar ook heel leuk voor andere doeleinden. Ja, je kan hem gewoon op tafel zetten. Er zit een mooi schaaltje onder wat ideaal is. Die je eigenlijk niet ziet doordat hij doorzichtig is. Maar ja, wat wel heel handig is omdat je hem zo kan neerzetten. Je kan er alle kanten mee op. Verras een vriendin, degene van wie je houdt. Of misschien heb je er wel een ander plekje voor waar je hem graag neer wil zetten. Laat hieronder weten wat jij graag, waar jij hem zou neerzetten of aan wie jij hem zou geven. Ik ben heel benieuwd. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulalibloemis.nl. En wees snel bij, want op is op. En wil je nou niks missen, kan je hem ook volgen op Facebook of Instagram. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en zie je mij de volgende keer weer.